Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Het voorstel dat hier voor ligt vandaag is een van de eerste voorstellen dat deze legislatuur behandeld geweest is in uw commissie Bedrijfsleven. Voorstel van zowel de PS-fractie als Open VLD en CD&V. Er werd een hoorzitting aangevolgd en het is 2 weken geleden eindelijk gestemd geweest in commissie Bedrijfsleven. Het verslag daarvan is bijzonder goed opgesteld geweest door de medewerkers van deze Kamer, dus ik zou dat ook graag verwijzen voor gedetailleerde info naar het schriftelijk verslag. Ik zal dan ook met uw permissie, voorzitter, direct overgaan naar mijn tussenkomst. Wat hiervoor ligt, is eigenlijk het resultaat van bijzonder goede intenties van de auteurs van, van de beide wetsvoorstellen. Het gaat hier om het aanpakken van een aantal praktijken waarbij een aantal malafide of misschien zelfs minder malafide organisaties woekerwinsten boeken op kap van liefhebbers van muziek- en voetbalevenementen, muziek- en sportevenementen. Praktijken waarbij zij tickets opkopen en die dan voor een veelvoud van de prijs of per opbod verkopen en daar massale winst uitslaan uit de liefde voor muziek van zoveel fans, zonder dat zij eigenlijk bijdragen aan het evenement zelf. Dus die intenties om die excessen te gaan aanpakken is uiteraard zeer goed. Onze fractie steunt elke poging daartoe, apprecieert elke poging, maar het resultaat daarvan is helaas iets minder. Het resultaat, hetgeen wat vandaag voor ligt, dat resulteert vooral in overdreven regulitis met liberale signatuur, iets wat wel eens nefaste gevolgen zou kunnen hebben en eigenlijk net datgene zou gaan... Net niet die goede resultaten zou kunnen hebben. Integendeel, het zou zelfs bijzonder nefast kunnen zijn. Allereerst, wat staat daarin? Al wie een platform aanbiedt waarop tickets kunnen verkocht worden, aan een prijs die hoger, kunnen doorverkocht worden, aan een prijs die hoger is dan de originele verkoopprijs, worden verboden. Ja, eigenlijk in praktijk, wat zijn dat? eBay, Capaza, Kopiuskrant, wat is het allemaal? Eigenlijk, als je dit voorstel goedkeurt, zou dat wel eens nefaste gevolgen kunnen hebben voor dergelijke spelers. Maar te koers moeten we ons misschien afvragen, in dit wetsvoorstel, waarbij de verkoop tegen een hogere prijs te koers helemaal verboden wordt, of dat dat ook effectief het doel is. Iemand die lang gaat aanschuiven om een ticket te bemachtigen, iemand die misschien zelfs een halve dag verlof neemt om op tijd achter zijn pc te zitten voor een bepaald populair evenement, en die uiteindelijk achteraf toch niet kan gaan, ja, waarom zou die geen 250 euro mogen vragen als hij zelf 200 euro betaald heeft voor een ticketje? Waarom zou dat niet mogen? Waarom willen we dat gaan beletten dat mensen die er al die moeite voor gedaan hebben toch een kleine compensatie krijgen? Het is een groot verschil tussen dergelijke kleine compensatie en uiteraard de excessen die zeker moeten bestreden worden. De vraag is natuurlijk waarom wil deze meerderheid, inclusief een liberale fractie, dergelijke dingen gaan tegengaan, dergelijke dingen gaan verbieden. Vooral ook, het wetsvoorstel hier is niet alleen nefast op bepaalde punten, het gaat ook in tegen bepaalde Europese regels, zijnde de dienstenrichtlijn. Er werd verwezen door de auteurs in de bespreking dat er in het Nederlands parlement dat daar ook opmerkingen kwamen, dat men dat heeft proberen weerleggen. Nu, het voorstel uiteindelijk in Nederland, het gelijkaardige voorstel, werd niet goedgekeurd. Het werd niet goedgekeurd misschien omwille van andere argumenten, dat is mogelijk. Maar het is wel duidelijk dat er geen enkele toetsing geweest is in geen enkel Europees land of dergelijke plafonnering van een doorverkoopprijs wel conform de Europese richtlijn is, conform de Europese dienstrichtlijn. Onze adviezen die wij ingewonnen hebben zeggen alleszins van niet. Dus het zou wel bijzonder jammer zijn mochten de auteurs, mochten de initiatiefnemers van dit voorstel hier vandaag een overwinning boeken die ze enkele dagen, enkele weken, enkele maanden later opnieuw mogen intrekken als het verhaal vernietigd wordt. Dat zou bijzonder jammer zijn en een bijzonder slecht signaal aan de mensen die hier veel van verwachten. Wij hadden voorgesteld, en we werden hierin gevolgd door de collega's van Groen, om toch op zijn minst het advies van de Raad van State te vragen, op zijn minst na te gaan of dit conform de Europese dienstenrichtlijn is, dat er tenminste een degelijk resultaat kon zijn. Dat we tenminste zeker zouden zijn dat dit niet achteraf moet terug ingetrokken worden. Want dat zou bijzonder nefast zijn, niet alleen voor het wetsvoorstel zelf, maar algemeen voor het vertrouwen in de politiek. Maar vooral, ik denk dat het in de praktijk weinig verschil zal maken, zoals het nu voor ligt. Wie dat wil betalen en wie te veel wil betalen, die zal nog altijd blijven betalen. Alleen niet meer
op een legale manier heel dit verhaal zal verschuiven naar de underground, naar de zwarte markt, naar het buitenland. Zwitserland, Nederland, veel doorverkopers opereren vandaag vanuit Zwitserland. Het enige resultaat zal zijn, die mensen zullen een toevlucht zoeken tot dergelijke platformen, zullen daar te veel betalen en die genieten net minder bescherming dan vandaag. Minder bescherming dan wanneer ze de office, wanneer ze gereguleerde doorverkoopkanalen gebruiken, zoals een koopjeskrant, zoals eBay, zoals andere toestanden. Net op die manier gaat men daar minder bescherming aan krijgen. U kent wel de beschermingsprogramma's die bepaalde van die doorverkopers echt aanbieden. Erger nog, dit wetsvoorstel garandeert dat wanneer u een ticket koopt van een doorverkoper, iemand die zijn ticket doorverkoopt of een organisatie die tickets doorverkoopt, dit wetsvoorstel garandeert dat u de meerprijs ten opzichte van de originele verkoopprijs kan gaan terugvorderen. Eigenlijk geeft u hiermee het signaal aan de mensen van ja, vind je ergens op het internet een ticketje dat 10 keer te duur is, koop het maar, je kunt achteraf toch die meerprijs gaan terugvorderen. Dat zou wel een keer bijzonder slecht kunnen aflopen, want die vogel die zal allang gaan vliegen zijn. Die doorverkoper zit allang ergens anders in Nederland of elders of in Zwitserland. Vergeet het maar dat u die ooit te pakken krijgt. Die mensen gaan nog meer hun geld kwijt zijn dan vandaag. En dat was trouwens ook het resultaat van een interview op de radio, net na de goedkeuring van het voorstel. Wat zegt de verantwoordelijke van Rock Werchter was het in dit geval? Ze zegt het grootste probleem, dat zijn niet afgeleverde tickets. Mensen die een ticket kopen van een doorverkoper en het wordt niet afgeleverd. Met dit wetsvoorstel zal men die consumenten die een ticket willen kopen net verder gaan doorverwijzen naar de underground, naar de zwarte markt, naar malafide organisaties uit het buitenland en zal men dat verhaal zelfs nog voor een stuk gaan versterken. Dat lijkt mij bijzonder jammer. Het is ook jammer dat er niet eerder werk gemaakt wordt van alternatieven. Het oorspronkelijke voorstel van de PS was op bepaalde punten nog strikter, maar dat voorzag tenminste wel in een periode van overleg, een periode van ronde tafel met een stok achter de deur. Ik vond dat een goede aanpak, want er zijn wel degelijk alternatieven. Je kan de economische inspectie gaan versterken. Die treedt vandaag al op. Die gaat vandaag gaan kijken wat er verkopers zijn aan de deur van evenementen die daar zotte dingen doen. Lijkt mij een goede zaak. Je kan daar verder op inzetten. Daar zijn mogelijkheden. Er zijn andere voorstellen die er wel in zitten, zoals transparantie. De verkoopprijs van een ticket moet op het ticket zelf vermeld worden. Lijkt mij logisch. Jammer dat het voordien nog niet het geval was, maar dat is een goede zaak. Dat is een stap vooruit. Laat ons op zijn minst gewoon die stap nemen. En niet te radicaal gaan zijn, niet meteen alles gaan verbieden en de mensen richting zwarte markt sturen. Er zijn ook nog andere suggesties, zoals bijvoorbeeld de gefaseerde verkoop. Tomorrowland heeft ook zo een dergelijk voorbeeld gedaan, met eerst de verkoop aan Belgen en later aan niet-Belgen, dat zijn mogelijkheden, of een beperkt aantal tickets per persoon. Er zijn mogelijkheden. En de mooiste mogelijkheid is misschien nog wel de digitale weg. In de eerste hoorzitting, omtrent het wetsvoorstel, werd door de verantwoordelijke van de AB, Ancien Belgique, gezegd dat vooral de papieren tickets geliefd zijn bij fraudeurs. Papieren ticket waar je naam niet op staat, kan je gemakkelijk doorverkopen, of kan je zelfs gaan namaken. Erger nog, mensen komen dan aan de deur met een ticket dat niet meer geldig is. Die barcode wordt niet meer aanvaard, het ticket is niet meer geldig. Die mensen zijn dubbel en dik bedrogen. En het is dan ook een gemiste kans dat we niet eerder inzetten op die weg, op de digitalisering, op het aanbieden van een platform, desnoods, of via overleg met de sector, om via samenwerking tot een platform te komen, om meer gebruik te maken van die digitale weg. Ons land was ooit een voorloper in die digitale weg. Ons land voerde de EID in. Als eerste in Europa was een voorbeeld. Bill Gates kwam naar hier. En vandaag, wat zeggen we? Ja, we zien daar geen heil in. Toch zeker niet voor ticketverkoop. We gaan eerder de boel gewoon radicaal gaan afschaffen wat betreft doorverkoop. Dat is bijzonder jammer. Hier worden kansen gemist. Kansen gemist. En daarom ook zal onze fractie dit wetsvoorstel niet steunen. Ik dank u. Madame Lalieu. Ik had de indruk dat je op dat moment naar mij aan het kijken waart. Allee, ja. Of ik voel me toch een beetje aangesproken. Dat is voor alle duidelijkheid niet wat ik gezegd heb. De overheid moet tussenkomen, dat is een feit. Ik had het bij het begin van uw betoog over valse tickets. Dat zijn zaken die vandaag al verboden zijn. Daar kan de overheid vandaag al tussenkomen en de overheid moet daar vandaag al tussenkomen. Daar biedt uw wetsvoorstel weinig toegevoegde waarde. Maar alle voorbeelden die u zo net opzond, tickets voor
voor zaken, voor evenementen die nog niet uitverkocht zijn. Sorry, maar wat is de toegevoegde waarde van uw wetsvoorstel op dit moment? Als je gewoon nog altijd een ticket kunt kopen van de originele verkoper aan een normale prijs, hoe dom moet je dan zijn het gebeurt vandaag. Om een het ticket te gaan vandaag. Kopen bij een doorverkoper aan een veelvoud van de prijs? Allee, bedoel, sommige zaken, allee, domheid kunnen de wereld niet uithelpen, hè, soms. Daar gaat geen wet tegen helpen. Hè. Meneer De Dikker, het gebeurt vandaag. Vorig jaar bij het optreden van Leonard Cohen in uw stad Gent op het Sint-Pietersplein, of het Sint-Baasplein, welk was het? Sint-Pietersplein. Was er nog het verhaal van iemand die een ticket had gekocht op de eerste site die hij tegenkwam toen hij of zij gegoogeld had naar de site. Dat leek op het eerste zicht een heel betrouwbare site. Ze ziet daar een prijs, ze betaalt die, want ze is grote fan en wil dat ervoor betalen. Later blijkt dat er met het ticket gesjoemeld is, dat ze geen toegang krijgt op het plein. En zij ging ervan uit dat dat een officiële verkoopsite had. Die naam had ook een geloofwaardige naam, enzovoort. Dus ik denk dat we tegen dat soort sites moeten kunnen optreden. En dat is ook een element van het wetsvoorstel. Dus in die zin kan het wetsvoorstel daar wel toe bijdragen. En wat betreft de nagemaakte tickets... Die tickets worden nagemaakt op basis van tickets die worden gekocht, niet om naar een optreden te gaan, maar om winsten op te maken. En dus ik denk dat we daar met dit voorstel wel een bijdrage toe kunnen leveren. Dus ik zou er toch niet zo licht over gaan dat dit een onzinnig iets is, wel in tegendeel. Allee, misschien val ik zelf onder zaken van, zoals domme die ze willen aanpakken of zo, maar iets dat vandaag, iets dat je verkoopt, een vals ticket dat je verkoopt... Wat er nu al uitverkocht is of niet, dat evenement, het verkoop van een vals ticket is bij mijn weten vandaag al strafbaar. Hè? Ja, dat klopt. Is al strafbaar, natuurlijk. Pak dat gewoon aan. Pak dat aan, daarvoor heb je echt geen wetsvoorstel nodig dat iedereen over dezelfde kam scheert en iedereen crimineel noemt. Natuurlijk, pak maar daar aan. Gaat het ook niet over. Het gaat over de doorverkoop van tickets die in bepaalde gevallen ook vals kunnen zijn. Ik gaf het maar aan als voorbeeld van de malafide ticketverkoop die er vandaag bestaat en die markt bestaat en die we liefst zo klein mogelijk en liefst willen uitroeien. En dat is het doel van dit wetsvoorstel. En ik hoor u wel zeggen van de overheid moet ingrijpen, maar ik hoor geen enkele manier waarop u dat zou willen doen. Daarover heeft u zich niet uitgesproken. Dan zou ik toch wel graag van u willen weten op welke manier dat dit dan zou moeten gebeuren, maar daarover geeft u geen antwoord. Madame Lalieu, oui. Vous dites partager le souci hein, de l'arnaque au ticket et en même temps vous acceptez de quelqu'un qui fait de l'arnaque en achetant 10 tickets parce qu'il sait qu'il ne va pas y aller, il veut faire du bénéf. Eh bien là, vous trouvez ça normal. Je ne comprends pas votre logique. Vous dites, oh les faux tickets, il faut les réprimer. Et c'est vrai qu'on le fait déjà, sauf que si on ne peut plus les vendre déjà à 1000 euros, mais que le consommateur saurait que si c'est un ticket à 20 euros, il doit le revendre à 20 euros, ça va déjà être très dissuasif pour les arnaqueurs. Mais en même temps, pourquoi vous n'acceptez pas le simple fait que, quand on achète un ticket, c'est avec la volonté d'aller. Et vous qui êtes totalement libéral, comment ça se fait que quelqu'un qui n'a fait aucun effort, c'est-à-dire qui n'a pris aucun risque, pourrait se faire 300%, 600%, 1000% de bénéfices sur le dos de ceux qui ont pris les risques, c'est-à-dire les agents, l'artiste et l'organisateur. Je ne comprends pas et vous ne nous avez jamais donné une réponse là-dessus. Jamais. Et le jour où vous aurez une réponse, peut-être alors qu'on écoutera vos arguments. Meneer De Dekker, ja. Weet je, mevrouw Lalieu, zoals ik al zei, vervalsingen kan je vandaag al aanpakken. Maar vooral, wat voor zin heeft het om hier vandaag nieuwe wetgeving te gaan toevoegen, nieuwe wetgeving te gaan creëren, die geen oplossing biedt, die geen... Allez, attendez, la parole est à monsieur De Dekker. Je niet kan uitvoeren, je niet kan controleren. Wat ga je ermee doen? Inderdaad, als dat weer buitenlandse verkoop zijn, je kan er niets mee doen. En dat was trouwens ook de conclusie van de verantwoordelijke van Werchter. Dus op het interview met collega Schils. Wat was haar conclusie? Ja, eigenlijk, het zal niet helpen, maar kom, we hebben tenminste iets. En dat is ook effectief het beleid van deze regering, heb ik een indruk. Het is beter dat er een akkoord is dan de inhoud van het akkoord. En dit wetsvoorstel is een illustratie daarvan. Meneer De Dekker, ik Je propose que M. Schiltz s'exprime lui-même. M. Schiltz.